Je kunt klagen dat de politiek niet doet wat jij wilt. Je kunt hopen en bidden dat ze naar je luisteren. Maar je kunt er zelf ook wat aan doen. Stap gewapend met je eigen telefoon of videocamera op je lokale politicus af en vraag... Waar mag ik u aan houden als er straks gekozen wordt? Meer recreatievoorzieningen. Daar hou ik u aan. Plaats je eigen filmpje op internet, zodat iedereen kan zien waaraan de politici zich gaan houden. Ga naar daarhouikuaan.nl. Daar vind je alle info en handige tips en trucs. Daar hou ik u aan. Belofte maakt schuld. Dat geldt voor iedereen. Maar des te meer voor gemeenteraadsleden die zich verkiesbaar stellen. Daarom vertellen de Helmondse raadsleden weer waaraan we ze kunnen houden als ze herkozen worden op 3 maart. Nou, waar de kiezers mij aan kunnen houden is waar ik me eigenlijk al 8 jaar aan hou. Is dat wij een partij zijn die ontstaan zijn uit het wijkgericht werken. Mensen uit de wijk die tegen problemen aanliepen bij de gemeente. En van daaruit is onze partij in 1992 opgericht. En wij zijn nog steeds een sterke voorstander van het wijkgericht werken. En daar maken wij ons sterk voor. De participatie van de burgers in de wijk. Burger- of wijkbudgetten die ook door burgers mede beslist uitgegeven mogen worden. De veiligheid, de woonomgeving. Zodat mensen prettig in hun eigen wijk kunnen wonen. Daar hou ik van. Ons speerpunt met betrekking tot de thuiszorg natuurlijk, dat is algemeen bekend. En waarvan wij een aantal malen hebben aangegeven dat wij uit berichten en contacten uit de samenleving weten dat de werkelijkheid een andere werkelijkheid is dan die op papier staat. En ik denk dat dat een heel goed voorbeeld is. We hebben daar ook een aantal malen vragen over gesteld, voorbeelden en voorstellen voor gedaan. En dat blijven we doen, want we vinden dat nog steeds heel erg nodig. Daar hou ik van. In het geval dat ik word herkozen... Ik heb een aantal zaken naar voren gebracht, vooral de initiatiefvoorstel integratiebeleid. En ik vind dat is in werking. En ik wil graag die onderwerp en die thema nog verder hier in Helmond een elan geven. Daar hou ik van. Nou, als mensen bij mij komen om een verzoek om iets voor hun te doen in de wijk, in de stad of waar ook, dan zal ik alles eraan doen om dat ook te bewerkstelligen. En dat vind ik eerlijk en oprecht en daar kan iedereen mij aan houden. Je wilt een soort bruggenbouwer zijn? Dat ben ik altijd geweest, dus dat wil ik ook graag zo houden. Daar hou ik van! Als lid van de VVD-fractie wil ik mij sterk maken, samen met de anderen, om de werkgelegenheid een positieve draai te geven. Zorgen dat mensen die nu dus werkeloos zijn, goede opleidingen krijgen. Dat we een vele betere competentiebeschrijving krijgen van de werkzoekenden. Dat ze sneller... Competentiebeschrijving? Ja, dus dat we gaan kijken, niet wat mensen al kunnen, maar waar hun talenten liggen. Dat we ze dus gaan opleiden in hetgene waar ze goed in zijn. Om zo een betere match te kunnen krijgen tussen de banen die voorhanden zijn en de mensen die werk zoeken. Ja, op zichzelf vind ik het heel goed om achteraf nog eens te kijken wat men vooraf beloofd heeft, wat er van uitgekomen is. Dat moet je dan niet doen over een paar weken, maar dat moet je over een langere periode bekijken. En ik hoop echt dat men staat voor hetgeen wat men zegt. En dat geef ik duidelijkheid in de politiek. Dus ik ben ook heel benieuwd wat eruit komt.